Hoi, goed dat je kijkt en nog beter, je gaat meedoen. We gaan het in deze les weer hebben over de schouders en de nek, want het blijft een hot topic. Schouders en de nek zitten bij echt heel veel mensen vast of heel erg stijf. En daar kun je wat aan doen door wat yoga oefeningen. Door goed te ademen, door alles weer lekker los te maken. Dus daar gaan we mee aan de slag. Kom goed zitten. Je mag komen zitten, op deze manier, of in kleermaker zit, of met je benen lang vooruit, of je kan gaan zitten op een stoel met je voeten plat op de vloer. Het is belangrijk dat je rug recht is. Het is belangrijk dat je goed kan ademen, langer uit dan in. Denk daaraan, echt belangrijk. Armen, zijwaarts. In je ene arm maak je dan net iets langer dan de ander. Alsof je de muur aan wilt tikken. Maar zoals gewoonlijk kom je daar in mijn lessen nooit dichtbij. Je hoofd een beetje meenemen. En je trekt wel aan die nekspieren. Aan, los, aan, los. Nog één. Heel goed. Armen zijwaarts naar beneden. En dan armen naar voren. Kijk naar je duimen. Breng je rechterarm opzij. Blijf naar je duim kijken. Handpalm open omhoog. Voel die draaiing in de spieren vanaf de handpalm door de arm heen naar je schouder en je nek. Handpalm naar beneden. Duim omhoog. Handpalm open omhoog. Handpalm naar beneden. En arm naar voren. Linkerarm zijwaarts. Kijk naar je duim. Goede strekking erin houden. Handpalm open omhoog. Handpalm naar beneden. Duim omhoog. Nog een keer je handpalm. Duim omhoog en breng je rechterarm bij je linker. Echt strek. Kleine lift van je hoofd, hè? Alsof je over de schutting heen wil kijken. Dat idee. Komen de armen naar voren. Maak lang. Maak je de rug bol. En zet hem recht. Nog een keer. Bol. En recht. Armen naar de rechterkant. Strek. Denk aan je hoofd. Woep, iets omhoog. Armen naar voren. En naar beneden. En daar schud je ze los. Alsof je natte handen hebt en je schudt het water van je handen af. Heel goed. Breng je de armen zijwaarts op. En dan iets naar de rechterkant. Alsof je linkerheup heel zwaar wordt en naar links valt. Een soort tegengewicht. Dan breng je de armen naar voren, bolle rug en naar links. Rechterbil zwaar. Blijf ademen, langer uit dan in, hè? Armen naar voren, bolle rug. En kom terug. Handen bovenop de bovenbenen. Schouderbladen in naar elkaar toe. Uit. Los. In. Toe. Uit. Los. Nog één. In.
uit, los. Draai met je hoofd. En als je nek nou echt heel erg vast staat, niet ergens doorheen duwen, hè. Gewoon kleine cirkeltjes is helemaal prima. Ook helemaal niet zo snel. Langzaam is goed. Als je kin beneden is, dan ga je de andere kant op. En terwijl je zo voelt dat je die nekspieren echt lekker draait, merk je ook dat je de spieren in de schouders meeneemt. Hè? Heel veel zit aan elkaar, het een reageert op het ander. Nog één cirkel. En dan blijf je met je hoofd zo'n beetje naar beneden hangen. Laat je de schouders wat naar voren hangen. Kun je je hoofd nog ietsje meer loslaten? Bouw de rug weer op, van beneden naar boven. Lift je borstbeen, schouders laag, je blik is laag. Lange uitademing. Dus met andere woorden, alles zakt naar beneden. Heel goed. Linkerhand aan de buitenkant van je rechterbovenbeen. Linkerarm licht gestrekt. Voel je linker schouderblad, schouder, spieren in je nek. Rechterhand zet je achter je bil. Echt je duim raakt je bil, zo dichtbij. En ga een beetje bijstellen met je buikspieren, want anders zit je vaak heel erg naar voren met de buik. En dat moet dus weer niet. Lift je hoofd. Misschien een beetje je hoofd naar je rechter schouder draaien. Ogen meenemen. Goed blijven ademen. En gaan we heel langzaam die spanning van die gedraaide spier afhalen door voorzichtig los te laten. Als je de been diepe zucht. Doen we de andere kant ook. Rechterhand, buitenkant, linkerbeen. Duim tegen je bil. Draai. Adem. Hou die spierspanning op deze manier vast. Heel voorzichtig loslaten. En kom terug. Zet je rug weer rechtop, lange nek, armen zijwaarts. Doen we nog één keer lang maken. Plaats je handen weer op je knieën. Of op je bovenbenen. Adem in, bolle rug. Adem uit, recht. Adem in, bol. Recht. Nog één. Bol. En recht. Laat hem langzaam los. Kom bij de laatste oefening aan. De spieren bij je schouders, je nek, je hals, je bovenrug, je borst.
Die gaan we langzaam aantrekken en dan nog langzamer ontspannen. En dat is eigenlijk een beetje de kers op de taart, want dan laat ook daadwerkelijk alles los. Handen op de bovenbenen. De inademing breng je langzaam dus die schouderbladen naar elkaar toe. Voel de strekking bij je borst, schouders. En dan kiep je je hoofd een stukje naar achter. Zodat je die halsspieren meeneemt. Maar ook die monnikskapspier aan de linker en de rechterzijde van de nekwervels. Naar een stuk bovenrug. Ook weer gelinkt aan de borst. Dan heel langzaam, slow motion, kom je terug. En als je denkt, ja, nou zit ik stil, dan wacht je nog even, want je spieren zijn dan nog steeds aan het ontspannen. En dat is dat stukje wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Wachten, wachten, wachten. Ontspanning toelaten. En nog een keer. Heel voorzichtig. Schouderbladen naar elkaar toe. Borst de ruimte in. Kijk ietsje schuiner omhoog. Voel die spieren van de hals. Heel langzaam aan. Kom terug. Even wachten. En laat hem dan echt los. Als je het goed vindt waar je nu zit en je vindt dit wel lekker om zo even nog uit te hangen, als het ware, geef er dan aan toe, hè. En als je voelt dat je toch nog een beetje wil bewegen, kun je je nek nog draaien of je kin aan je borst brengen en weer je hoofd omhoog zetten. Voel wat je lichaam vraagt om te doen. Dat is belangrijk. Ik hoop dat je nek een beetje soepeler is en zachter. Tot de volgende keer. En anders kijk naar een andere les. Ik heb er heel veel op YouTube staan of op het online yoga kanaal. In ieder geval, ik zie je heel graag terug.